Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlog geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Goedemorgen allemaal, het is dag 2. Gisteren hebben we baan verkend en vandaag is het dan echt de showtime dag. Ik heb gisteren al verteld dat ik vandaag om 2:50 moet starten. Om 11:30 gaan we vertrekken en ik ben al op stal. Zoals jullie zien, mama heeft even een worteltje erin gegooid. Want ik zal even vertellen wat de planning is. We gaan alles even in de wei zetten. Ja, en matjes ook. Maar ik doe heel even zijn halsje op zijn deken. Want anders wordt hij zo vies dat ik hem gewoon echt niet meer schoon krijg. Doe ze even alle drie naar buiten. Dan ga ik nog even mijn zadel poetsen, want als je dat gisteren hebt gezien, heb ik dat ook nog niet gedaan. En mijn hoofdstel is wel klaar, dus ik moet mijn zadel nog heel even poetsen. Dan ga ik dat even in de vrachtwagen leggen. En dan haal ik Martje naar binnen. Ga ik die wassen. Helemaal. Want hij moet natuurlijk er mooi uitzien. En kijk, daar is hij al. Dus dan ga ik hem wassen. En dan is alles klaar voor Martje, als het goed is. Oh ja, en invlechten. En dan ga ik nog eens rijden. Een graaf is vrij vandaag. Ja, graaf is vrij. Dus dat is een beetje het idee. En dan gaan we natuurlijk vertrekken richting Ermelo. Richting het NK. Het staat. Maar het is daar. Nou ja, in ieder geval. Ik ga nu mijn zadel poetsen. En alles in de vrachtwagen leggen. Ik heb trouwens vandaag. Misschien, ik zag het even. Mijn wedstrijdshirtje heb ik aan. En ik heb mijn korte mouwenwedstrijdshirtje al weer aan. Dat is goed. Dat betekent dat we de goede kant uit gaan. Maar in ieder geval in de Amalia Hall, de hoofdbaan van het ANK van Ermelo, die is altijd heel warm. En dat is best wel fijn, want daar is ook ons paarden YouTubers live event. En ja, dat is wel lekker als je daar zit als publiek, dan is het gewoon echt best wel warm. Of ja, gewoon normaal. Maar als je rijdt, is het echt best wel warm. Dus daarom heb ik mijn korte mouwen shirtje al aan. Dat ik niet halverwege van mijn paard afval van de hitte. Ik ga het zadel even pakken. Soms dan denk ik wel eens... Chill, je had beter moeten weten. Ik heb mijn zadel net gepoetst. Toen kwam ik tot de conclusie dat ik Enzos nog moest rijden. Ja, dat was trouwens vanmorgen ook, want ik heb nu al mijn witte rijbroek aan en mijn trainingsbroek eroverheen. En toen ik die aan had, toen dacht ik, ik moet Enzos nog rijden. Dus ik heb mijn blauwe rijbroek bij me. Oké, maar goed, dan ga ik wel op een schoon zadel zitten. Heel vies zal die toch niet worden, denk ik. Maar dit gebeurt best vaak. Maar ik heb dus één zadel voor Martje Graaf en Enz, dus dat is niet echt super handig. Maar... Mijn andere zadel, ik heb nog een zadel, is in bestelling. Dus dan heb ik twee zadels voor drie paarden, dus dat is wel prima. Ja, maar dat is nog even wachten. Dus, en dan moet ik dit soort acties eigenlijk niet echt meer uithalen. Dus ik kan het ook nog niet in de vrachtwagen leggen. Het hoofdstel wel. Dus ik ga dan maar even alle spulletjes die wel in de vrachtwagen kunnen. Of misschien, ja, alle spulletjes die wel in de vrachtwagen kunnen, ga ik in de vrachtwagen leggen. En misschien ga ik Enzo's spulletje al klaarleggen. Aan de andere kant, dat ze niet nat kunnen worden. En dan Match wassen. Macho, die staat. Ja, hij is naar Enzo toe. Hé, jongen. Hij is lekker vers stro aan het eten. Want zijn stal is lekker opgestrooid en helemaal schoongemaakt. En daarachter heeft hij hooi. Daar zo in het hoekje bij zijn drinkbak. Dus maar hij gaat altijd eerst stro eten of zo. En dan rondjes maken met zijn neusje. Hij is al ingevlochten. Alles is mooi schoon. Ik heb hard gewerkt. Mijn handen zijn best koud eigenlijk. Het is vandaag best een koude dag. Nou, en... Dank Piwi trouwens. Ga ik dit monster... Mama heeft ze net binnen gezet. Ga ik dit monster rijden. Ik heb alles al klaargelegd. Dit is mijn dekje voor vandaag. En
nieuwe peeskapjes. Wat ik gisteren ook al liet zien. En nou, dan ga ik maar even Enza rijden, graafje. Wakker Harry. We zijn klaar. Kijk zo mooi. Echte NK-knotjes. Hè? Kom, Koek. Kom. Kom dan. Kom maar. We gaan mee. En let's go. In R. Het weer is niet goed. En, maar er zijn wel veel meer trailers dan gisteren. Want gisteren was het echt heel rustig toen wij in ieder geval er waren. En nu is het heel veel drukker. Ja, Mart staat daar ergens tussen 1000 vrachtwagentjes. En we gaan even betalen volgens mij, want je moet ook gewoon betalen. We gaan betalen en we gaan plassen, want we hebben heel lang in de auto. Nou, een uur. Zijn aan het opzadelen. Kijk, zadel op paard opzadelen. En ik ga nu mezelf omkleden, want ik heb dit al gedaan. En zijn beestkapjes aan. Zonder laarzen, dat is fijner. En nu ga ik gauw mezelf omkleden en losrijden. En dan zie ik jullie na de proef, denk ik, weer.
weg naar huis. We hebben soundcheck net gedaan, want ik ben uiteindelijk 50 geworden. Volgens mij van de 11 en 8 mocht ik keur rijden, dus door naar morgen. En daardoor moesten we meteen even soundcheck doen in de hoofdbaan waar ik net ook gereden heb. En ja, zoals ik net al zei, ik was dus 5e van de 11. Ik had 67, 9, 95 of zo, bijna 68. Maar ja, het is wel jammer dat ik vond namelijk dat Martje heel goed liep. Hij deed echt heel goed en hij was bovenal super ontspannen. Dus daar was ik echt super blij mee. Maar hij deed het daarnaast ook echt wel heel goed. Ja, we hadden echt wel mooie onderdelen. En de laatste wedstrijden, al best wel een hele tijd, scoren gewoon regelmatig 70%. Eigenlijk gewoon bijna altijd. En ja, het is jammer dat als je dan ook gewoon fijne proef rijdt op het NK en dan dat je gewoon ongeveer vergelijkbaar rijdt, dat je dan op 67% uitkomt. Wat er dan de plaatsing dan ook is, dat maakt me eigenlijk nooit zoveel uit. Maar het is wel jammer dat je zeg maar niet het gevoel hebt dat je niet echt de punten krijgt dan die je normaal zou krijgen of verdient. En ik klaag echt nooit over juryleden of zo, want dan kan je beter gaan springen. Maar ja, het is gewoon een beetje, het is een beetje een soort mindfuck of zo. Maar het maakt niet uit. We zijn nog steeds positief, want het belangrijkste is natuurlijk dat Matje het gewoon super goed deed. En dat hij, ja, ging echt gewoon voor mij. Dus ik kan niet klagen. En morgen hebben we natuurlijk nog de Kuren Muziek en die ga ik wel gewoon rijden. Om ook gewoon nog een keer de baan in te zijn, want volgende week gaat het leven gewoon weer verder. En dan moeten we natuurlijk naar Lier en daar rijd ik ook mijn Kuren Muziek. Dus dan heb ik hem maar weer een keertje doorgereden. En we gaan natuurlijk gewoon proberen om een goede prestatie morgen weer neer te zetten. En dan zien we morgen wel weer. En nou, we zijn nu echt al bijna thuis. We rijden nu de straat in, of ja, op stal. En Martje gaat nu lekker in zijn eigen stalletje. Daarvoor zijn we, hebben we er ook voor gekozen om heen en weer te rijden. Want Martje vindt dat zo fijn om gewoon in zijn eigen stalletje te staan. Lekker te rollen in zijn grote strobed met ens en graven om zich heen. Dus we zijn alweer op stal. En ik ga Martje nu lekker op stal zetten. Ik ga even kijken hoe de rest erbij staat. Maar volgens mij komt Jente. Jente komt vandaag. Dus die gaat me dan ook nog even helpen met graven en ens. En Mats zal wel ook wel weer in de molen willen. Net als gisteren. Die wil echt niet achterblijven. En ja, dan is het morgen weer een dag. En dan ga ik nu volgens mij dadelijk hierna naar huis. Alles opruimen. En alles weer netjes wegleggen. Want morgen moet natuurlijk alles weer schoon zijn. Dus ja, dat is een beetje de planning. Kennen jullie hem? Wij gaan nu pannenkoeken eten. Ik zit nog in mijn witte rijbroek. En we hebben rijksvoorrang. Mevrouw. We waren bijna dood. Oké, in ieder geval, nu gaan we dus. Ik heb mama even afgezet bij hem. En want zijn moeder was jarig. Is jarig. En ik heb even gefeliciteerd en even een stuk taart in mijn kanus gedouwd. En toen dachten we van. Toen hoorden we dat mama en papa pannenkoeken gingen eten. Bij de pannenkoekenbakken. Ik heb er snel even omgelegd. toen dacht je, nu moet ik opschieten. En ik zit dus inderdaad nog in mijn wedstrijdkleren. En dan gaan we even pannenkoeken eten. En dan, ja, dan is de dag nog weer voorbij. Dat zei ik nu al wel, maar we moeten nog eten. Dus ja, dat is ook wel cruciaal. Dus nu onderweg naar Heusden, naar de pannenkoekenbak. Hij is er. Had jij verteld dat je notenallergie had? Nee. Grieks? Weet ik veel. Mexicaans. Oh ja. Dit ziet er wel echt Mexicaans uit. Ja. Heb je ook zo'n hoedje op? Nee. Wij gaan de dag afsluiten. Ja, wij gaan slapen. Blacklist. Blacklist kijken. Eén aflevering denk ik. Ja. Twee gaat niet lukken. Nee, het is al laat. Ik heb nog steeds mijn rijkleren. Ja. Ja. Nee. Wij gaan in ieder geval wat hij net zei. En ik bedank jullie voor het kijken. Morgen is het weer vroeg opstaan. Normaal opstaan. En ga ik Kuren Muziek rijden op het NK. En neem ik jullie natuurlijk weer mee. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei! Doei! Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.